Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we iets anders doen dan normaal. Ik zie namelijk in de reacties vaak terugkomen of ik zelf ooit iets bovennatuurlijks meegemaakt heb. En of ik alsjeblieft een keer een positieve video wil maken. Nu sla ik meteen twee vliegen in één klap, want ja, ik heb zelf ooit iets meegemaakt. En het was ook nog eens positief. Nou ja, het einde dan. Het begon allemaal een goede 21 jaar geleden. Ik was 6 en mijn ouders waren op een zonnige dag in augustus bezig in de tuin. Ik als 6-jarig mannetje wilde graag meehelpen en vroegen mijn ouders of ik ook iets kon doen. Ze vroegen of ik de schoffen wilde pakken, dat was dan super. Nou, super enthousiast liep ik naar de schuur om de schoffen te pakken. Deze zat alleen nog wel vast aan een steel. Het was zo'n opschroefding, zeg maar. Ik trok een keer aan de steel, maar hij zat vast, leek wel. Ik trok nog een keer, weer niets. Nog iets, steeds harder. En op het moment dat ik voor de laatste keer keihard trok, trok ik ook de frietpan mee. Die aanstond. We wilden zometeen namelijk frietjes gaan eten en zo'n pan moet altijd even opwarmen. Helaas bleek dat de stekker van de frietpan om de steel heen gewikkeld zat. En zodoende kletterde het frietvet over heel mijn linkerarm heen. Mijn ouders hoorden me gillen en natuurlijk de frietpan vallen. Meteen mijn arm een paar minuten onder de kraan gehouden en daarna door naar het ziekenhuis. Eenmaal daaraan gekomen, weer mijn arm onder de kraan en werd er gekeken hoe erg de brandwonden waren. Tweede en derde graads was de conclusie. Ik kan me herinneren dat ik op dat moment niet echt meer kon boeien hoe het erbij zat. Ik voelde alleen heel erg veel pijn. Nu denk je van tweede en derde graad, hoe ziet dat dan eruit? Nou, ik heb hier een foto voor jullie. Je ziet mij als 6-jarig mannetje met mijn linkerarm die nog redelijk gefrituurd is. Kun je er niet goed tegen? Dan kun je misschien beter even omlaag scrollen en het verdere verhaal afluisteren. Want het kan misschien voor sommigen best wel nader uitzien. Zo zag het er in ieder geval uit toen na 3 maanden het verband er eindelijk af mocht. Je kan duidelijk zien welke plek toch echt derde graads verbrand was. Maar goed, ik zat dus in het ziekenhuis mijn ogen uit mijn hoofd te huilen, tot een van de zusters opeens zei dat ze een adresje wist, waar een vrouw de brand eruit kon halen. Mijn ouders twijfelden even om er naartoe te gaan, want hoe kan iemand ervoor zorgen dat de pijn uit mijn brandwond gaat? Ze belden de vrouw of het uitkwam en of ik langs kon komen en hoeveel het zou kosten. En de vrouw gaf aan dat ze dit gratis moest doen, ze wilde hier geen geld voor krijgen. En omdat ik steeds erg veel pijn had en mijn ouders eigenlijk een beetje radeloos waren, want ik was echt hard aan het huilen, gingen we dezelfde dag daar nog langs. Eenmaal daar werd ik door een normaal uitziende vrouw aan een tafel gezet. En nu ik er zo aan terugdenk, had ik misschien meer een vrouw met een glazen bol en een zwarte kat verwacht. Niet een mevrouw die er zo normaal uitzag. Mijn arm zat al flink in het verband, maar dat maakte niet uit, zei ze. Ze gingen ongeveer een uur lang, zonder mijn arm aan te raken, met haar eigen hand overheen. Steeds maar op en neer. Soms een beetje meer naar links en soms een beetje meer naar rechts. Ik vond het allemaal wat lang duren en begon me te vervelen. En ik vroeg me af wanneer ze nou klaar was. Maar op dat moment realiseerde ik me dat de pijn die ik had in mijn arm weg was. Mijn ouders en ik ook waren sprakeloos van. Hoe was dit mogelijk? Ik heb laatst nog gevraagd aan mijn ouders hoe ze dat ervaren hadden. En ze zeiden dat ze het echt ongelooflijk vonden wat er gebeurde. Ze zeiden dat zodra ik thuis was van de vrouw, ik wil op mijn fiets stappen omdat ik wilde gaan fietsen en dingen wilde gaan doen. Terwijl ik dezelfde dag nog mijn arm tweede en derde graad verbrand had. Tot op de dag van vandaag durf ik niet te zeggen hoe het kon dat de pijn weg was. Na het bezoekje aan deze mevrouw heb ik overigens ook nooit meer last gehad van de brandwond zelf. Zelf nu, 21 jaar na datum, is er niets van te zien. Geen litteken, geen pigmentvlek, niets. Best raar als je nagaat dat het zo goed verbrand was. Ik heb hierna wat research gedaan om erachter te komen wat de vrouw precies deed. En ik ben erachter gekomen dat deze behandeling healing of handoplegging heet. En handopleggingen bestaan al zolang de mens bestaat. Vroeger was er in ieder dorp wel een gebedsgenezer. Iemand die wratten kon laten verdwijnen door een cent op te leggen en een gebedje uit te spreken. Of iemand die de pijn uit brandwonden kon wegnemen, zoals wat bij mij is gebeurd. De ervaring met de vrouw die me hielp was dan ook zeer interessant. Ik was nog redelijk klein en kan me haar naam niet herinneren. Anders had ik haar graag uitgenodigd voor een video. Nu ik er zo aan terugdenk was ze ook al best wel oud. Misschien leeft ze wel niet meer. Kijkend naar andere paranormale dingen heb ik eigenlijk weinig meegemaakt. Nog nooit een geest of een demon gezien. Maar wie weet, misschien gaat dat ooit nog wel eens van komen. Heb je zelf ooit iets meegemaakt? Laat het me zeker weten in de reacties. Dat was het weer voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.